Waarom heeft u de bibliotheek deze mobiele applicatie gaan ontwikkelen? In het hele kader van onze digitale dienstverlening, zeg maar, en innovatie. Hebben we besloten om een applicatie te ontwikkelen. Maar ik denk dat mijn collega Niek daar technisch nog wel even wat meer over kan vertellen. Nou, het is een applicatie die gemaakt is op basis van een RSS-feed. Die komt uit onze website. Dus we hebben een blogafdeling op onze website. Dus kun je korte nieuwsberichtjes kun je daar plaatsen door verschillende mensen. Dat wordt dus in een RSS-feed gezet. En die RSS-feed wordt uitgelezen door een app. Dus ons weblog. Dat is een bekend verschijnsel. Kun je nu ook via de smartphone, via die app lezen. Daarnaast zit er nog een extra tabbladen. Dus je kunt ook ons programma bekijken. Je kunt ons culturele programma bekijken en ons cursusaanbod. Ook weer in volgorde van tijd. Dus heel overzichtelijk geplaatst. En je kunt dan direct reserveren. Dus als je wilt deelnemen aan zo'n activiteit, dan klik je gewoon en je kunt kaartjes reserveren. En is dat nou het unieke van jullie applicatie? Ja. Het is zeker uniek op dit moment in de bibliotheekwereld. We waren eerst afwachtend. Er zijn een aantal landelijke en provinciale partijen die dit soort applicaties aanbieden. En die beloven veel. En we hadden daar hoge verwachtingen van. Maar omdat het uitbleef, hebben we zelf eigenlijk het initiatief genomen. We konden niet langer wachten. Hè. De wereld verandert zo snel. Iedereen is zo druk bezig met de smartphones. En we wilden gewoon daar aan deelnemen. Dus we hebben eigenlijk op eigen initiatief dit gemaakt. Dus we zijn uniek, hè? Er zijn geen andere bibliotheken die dit hebben. Naast de ontwikkeling van deze nieuwe mobiele applicatie is de bibliotheek ook bezig met het ontwerpen van een andere applicatie. Het hele leuke nieuwe verschijnsel is het eigenlijk, augmented reality. Dat betekent letterlijk toegevoegde werkelijkheid. Dus ook weer een smartphone, een typische smartphone applicatie. Je kunt je smartphone in de lucht houden en dan kun je door de camera, zie je op je beeldscherm, zie je eigenlijk de werkelijkheid zoals die is. Maar augmented reality plaatst er dan iets tussen, een schilletje over de werkelijkheid. Wij hebben nu verschillende schrijvers, hebben we her en der in de bibliotheek geplaatst. En als je je telefoon zo houdt, dan zie je die schrijver daar staan. Als je je telefoon weghaalt, dan staat hij er niet. En als je hem ervoor houdt, weer wel. De grap is dan dat je ernaast kan staan, naast zo'n schrijver. Je kunt een screendump maken en dan heb je een fotootje van jou met je favoriete schrijver in de bibliotheek. Het kan alleen maar in de bibliotheek, het is GPS afhankelijk. Dus het gaat alleen maar op de locaties die hier staan. En op het plein bijvoorbeeld zie je hem niet. Voor meer informatie bezoek de website van amstellandbibliotheken.nl.